Goedenavond, broers en zussen. God zegen iedereen. Ik hoop dat het goed gaat met jullie, vooral met jullie gezondheid. En ja, het is een beetje raar zo. De situatie. Over de hele wereld is het zo. Maar ik ben blij dat ik in Nederland woon. Want ja, alle andere landen is het nog veel erger. En hebben mensen niet genoeg. Sommige mensen geen dak boven hun hoofd. En daar ben ik wel echt dankbaar voor dat ik hier mag wonen. En voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik ben Tamara en ik woon in Den Haag. Ik ben nu sinds eind 2019 bij New Life. En ja, ze vroegen mij om een bemoedigende boodschap voor jullie in te spreken. Dus bij deze... ja, ik hoop dat ik jullie hiermee kan zegenen. En ik wil beginnen met Johannes 14 vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. En de NBG, want ik hou ervan om vertalingen te vergelijken. De NBG zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. En ik vind het mooi bij de MBG is het heel stellig. Uw hart wordt niet ontroerd. Net alsof het een belofte is. En dat we hier gewoon op mogen vertrouwen. Als wij in Jezus geloven, in Jezus blijven, in zijn woord blijven. En ja, dat vind ik zo mooi. En ik wil nog verder lezen. Dus dit is weer een andere vertaling. Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me nemen. En dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kunnen de weg naar waar ik ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. En ja, dat is zo mooi dat Jezus zegt dat hij al een plek voor ons gereed aan het maken is. En zolang wij in hem blijven, want hij is de weg naar God. Zolang wij in zijn woord blijven, dan... ja, dan hoeven we niks te vrezen hebben. Dan hoeven we niet onszelf zorgen te maken, ongerust te maken. En dat is zoiets moois. En eigenlijk zegt Jezus al van dat als wij in hem zijn, dat we niet ongerust zijn. Dat een belofte is. Dat hoort gewoon bij het totaalpakketje. En tuurlijk zijn er soms gedachtes in ons hoofd. En vooral in deze situaties. Ja. Onuitzichtbare situaties. Waar geen uitkomst lijkt te komen. Of we nog niet de uitkomst van weten. Dan... ja, dan kan je gaan piekeren, zorgen maken. En daar kan ook angst van komen. Gedachten die in je hoofd gaan. En maar als we dat doen, dan kunnen we gewoon zeggen tegen onszelf. Tegen onze ziel, tegen onze hart. Wees stil, zwijg. En... want we hebben autoriteit in Jezus. We kunnen daardoor onze ziel gebieden.
te houden hiermee. En dat is zoiets moois, zoiets krachtigs, dat we dat kunnen doen. En ook heeft het geen zin om ons zorgen te maken, want het werkt niet, het helpt niet. Het werkt alleen maar tegen. Ja, dus dit wou ik jullie vertellen, delen. En ik heb er zelf ook heel vaak last van. Dat in één keer een gedachte in mijn hoofd komt. Van een gedachte kan je gaan piekeren, malen. En dan kan daar weer angst van komen. Maar in Jezus hebben we vrede. Hij is de vredevorst. Hij geeft ons de vrede. En dat is zo mooi. Zo, ben ik zo dankbaar voor. En ook heb ik geleerd om in deze periode, als alles zeg maar een beetje wegvaagt om ons heen, waar we ons normaal gesproken mee bezighouden. En we kunnen ons wel allemaal achter de Netflix gaan zetten. En daar krijgen we geen vrede van. Maar we kunnen beter naar de kleine dingen om ons heen gaan kijken. En dankbaar zijn van wat God ons geeft. Waar we van kunnen genieten. En daarvoor heb ik ook een gedicht voor jullie. Die ik ook wil oplezen. Heer mijn God, ik zie uw kracht in de kleurrijke zonsondergang. In de sterrenhemel rijkelijk gevuld. In de schaterlach van een kind bent u de vreugde. De geboorte van een nieuw leven, vol van hoop, bent u. Het licht wat elke dag weer helder schijnt. De bomen waar onze longen mee verfrist worden. De verschillende gekleurde vogels en de diversiteit aan dieren. Geen mens die hetzelfde is, gemaakt en ieder even mooi. Daarin zie ik u. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn met deze bemoediging. En tot snel weer ziens, hopelijk.